Dag lieve mensen, even een update van mij. Zoals jullie wellicht kunnen horen, is het voor mij even niet mogelijk om video's op te nemen. Ik heb flink carnaval gevierd en dat was super gezellig, echt heel erg positief. Maar ik kreeg vanmorgen een paar appjes van vrienden van mij van Jacques, ga testen, wij zijn positief getest. Dus ja, dat heb ik dan maar gedaan. En Corrie is in de house, dus ik heb ook corona nu. Het voelt op dit moment nog als een vergriep, wat ik normaal ook altijd heb na carnaval of verkouden. Geen stem. En nou ja, goed, dat is natuurlijk niet fijn. En als het daarbij blijft, moe ben ik wel, pijn in mijn spieren. Dan, ja goed, als het daarbij blijft, vind ik het, ja, dan is het wel te doen. En hopelijk gaat het snel over. Maar betekent wel dat ik volgende week dus afspraken die in de praktijk stonden, die mensen ga ik nog benaderen. Dat gaat dus niet door. Wanneer dat wel kan, weet ik niet. Misschien over een week of zo. De week daarna. Ik ga ervan uit dat dat wel zo kan. Ik ga hoestdronkjes maken. Of hoestdrankje maken zoals mijn oma dat vroeger deed. Dus alle oude dingetjes van oma, die komen even weer op de proppen. Dat heeft me altijd goed geholpen. Ja. Maar ik kan me dus ook bijna niet concentreren. Dus niet op readingen, niet op telefonische consulten. En ja, zoals jullie horen, mijn stem is natuurlijk niet fantastisch. Ik kreeg vanmorgen een berichtje van een vriendin van mij. Die had ik een spraakbericht ingesproken. En zij zei tegen mij, Jacques, die stem is wel heel sexy, misschien kun je nog een andere 06-lijn even doen, dan heb je tenminste wel inkomst. Ik zei, ik ben helemaal gek. Maar ja goed, zij is altijd wel van de grapjes maken. Maar ja goed, ik heb een zelftest gedaan, ik ga niet naar de GGD, ik ga daar niet aan meewerken, ik wil niet in mijn pijnappelklier geboord worden. Dus voor nu blijft het zo. En ja, als mijn stem dadelijk weer normale proporties heeft, dan ga ik wel video's opnemen. Maar jullie begrijpen dat dit in dit geval even niet mogelijk is. En nou ja, goed, ik... wat moet ik nog zeggen? Dankjewel voor steunbetuigingen. Dankjewel voor de berichtjes. Telepathisch begrijp ik die zeker. En ik voel ze ook. Dus wat dat betreft is dit dat wel goed. Maar goed. Ik had even wat kaarten voor mezelf gelegd. Nou, dat heb ik dus ook. En dan kan ik dus echt geen reading opnemen. Als ik eventjes wat meer spreek, dan begin ik te hoesten. Dus dat schiet niet op. Ik doe eigenlijk gewoon mijn ding nog. Tenminste, ik ben niet moe. Niet in de zin van heel erg moe, dat ik moet gaan liggen. Nou gaat dat bij mij sowieso altijd. Voordat ik ga liggen, dan moet me echt iemand neerknallen. Ik wil dan toch mijn was doen en ik was bezig gisteren met het vertalen van een Kaustic orakel naar het Engels. Daar hoef ik nog maar 20, dus daar ga ik straks aan verder werken of morgen. Moet ik even kijken dat deze week besteld kan worden in Amerika. En voor de rest, ja goed, dan zie ik het wel hoe snel dit over is en wanneer dat het over is, dat kan ik natuurlijk ook niet zeggen. Dus maar in ieder geval komende week hou er rekening mee dat ik jullie afspraken even ga verschuiven naar de week daarop. Mocht ik eerder beter zijn, dan ja, dan komt het wel goed, dan ga ik dat ook melden. Maar ik ga nu eventjes een week even opschuiven, dus er komen ook geen nieuwe readingen meer online. Ik heb er natuurlijk nog klaarstaan, die gaan wel online de komende paar dagen, dus je zonder readingen zullen jullie niet zitten. Maar nieuwe readingen met deze stem, dat gaat hem echt niet worden. En dat voelt voor mij niet fijn. Het is misschien voor jullie niet fijn om te luisteren. Nou ja, goed, misschien voor sommige mensen wel.
Maar meestal is dat niet zo. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. Geniet van de zon. Want de zon schijnt nog. En ik ga in ieder geval, althans mijn zoon, die gaat vanmiddag boodschappen doen. Groente halen, weet ik het, allemaal wat. Dus ja, dat moet ook gebeuren. En vitamines moeten er nu in, met heel veel. En meer kan ik niet doen. En voor de rest, rust en mijn eigen ding blijven doen. Nou, fijne dag iedereen en tot later. En ja, ik ga jullie goed. Namaste.